Mark, in het begin met jou, want jij hebt natuurlijk Koningsdag gedaan, gepresenteerd. Althans, verslagen weer voor jou, voor je eigen kanalen. Maar het belangrijkste nieuws voor jou, 65 kilo afgevallen in vrij korte tijd. En je wil niet zeggen hoe je dat gedaan hebt. Waarom niet eigenlijk? Nou, weet je, iedereen die dik is, die krijgt ontzettend veel. Er is iemand die de hik heeft, volgens mij. Maar, ja, heb je de hik? Wil je een glaasje water? Nee? Nee? Nee. Oké. Maar je krijgt ontzettend veel ongevraagd advies. Iedereen weet ook hoe je dik bent geworden. Mm-hmm. En ik wil eigenlijk niet in de wereld komen dat je dat ik diezelfde mensen, dat iedereen gaat zeggen, ja, maar wat hij heeft gedaan, dat moet je ook doen. Het is een traject wat je zelf moet vinden, wat je zelf moet ontdekken. En dat is voor iedereen anders. Iedereen heeft een andere reden waarom ze dik zijn. Het kan medische reden hebben, kan aanleg zijn, kan eetziekte. Er zijn zoveel verschillende redenen. En dat moet je echt zelf ontdekken. En al die pillen en poeders, die werken echt wel voor sommige mensen. Boeken ook. Maar er is niet de ultieme manier voor iemand. En ik wil, omdat ik weet wat het is om voortdurend te horen, je vreet alleen maar frikandellen, je zuipt slagroom, je bent veel te dik. Nee, maar na iedere uitzending van Boulevard of wat dan ook, kreeg ik weer die hele lijst op Twitter. Alle mensen hadden er een mening over. Dus ik dacht, weet je, dat deel was van mezelf en dit deel is van mezelf. En laten ze maar lekker invullen, dat hebben ze altijd al. Maar even voor mij, 65 kilo in hoeveel tijd? Oktober. Wauw. Ja. Huh? En hoeveel gaat er nog af tot oktober? Oh, tot oktober? Nou, dat weet ik niet. Want dan ben je een jaar verder namelijk. Het gaat heel langzaam. Ik heb natuurlijk wel heel veel dingen geprobeerd. Het gaat heel langzaam? Het gaat nu heel langzaam. Oké. Okay. Maar ik heb natuurlijk wel heel veel dingen geprobeerd. Ik heb boeken. Ik had heel gezond. Maar dat werkte ook niet. Ik sportte. Nou, vreselijk vond ik het. Werkte niet. Dacht ik, nou, een gastric bypass. Dat mocht niet vanwege iets in mijn lichaam wat niet goed werkt. Dus ik heb van allerlei dingen wel dat hele traject afgelegd. En op een gegeven moment kwam er gewoon de oplossing. Een oplossing, ja. En je bent blij met je oplossing? Ik ben blij en dat probeer ik steeds uit te leggen. Ik ben blij, opgelucht. Ik voel me echt, nou ja, Robert zit in de kleedkamer. Het is net of je vroeger Sylvie Meis en Jolante op je rug mee torste. En nu is het eraf. Het is samen 65 kilo. Ja, precies. Ja. Nou, dat is een goede vergelijking. Plus een goodiebag waarschijnlijk nog. Die zijn nu allebei weg. Het is wel anders. Ik lag, ja, het is misschien heel raar verhaal, maar ik lag pas bed en ik denk, wat voel ik nou? En ik denk, verrek, dat is een rib. Had ik nog nooit gevoeld. Maar toch,